Op zich gaat het met de jongeren heel goed, maar er is nog een groep waar het minder goed gaat, die problemen hebben, die pressie ontwikkelen. En wij willen daar echt wat aan doen. Wij willen op een aantal manieren bijdragen aan Alles is Gezondheid. Het eerste is dat we de Nationaal Preventieplan willen ondersteunen door bestaande en preventie- en interventieprogramma's die er zijn. En die eigenlijk al goed zijn, om die breed te implementeren. En zorgen echt dat die op lokaal niveau in de wijk, in de buurt worden gebruikt. Het probleem is dat er nu vrij veel interventies zijn en preventieprogramma's, maar die worden niet echt breed geïmplementeerd. En wij willen dat met lokale partijen en ook nationale andere instituten breed implementeren. Dat is een van onze doelen. Het tweede is depressiepreventie voor risicogroepen, voor mensen, voor de echt kwetsbaren onder ons. Een van de dingen die we voorstellen is een sociaal-emotionele leerlijn op de middelbare school. Zodat je jongeren niet alleen leert wat de hoofdstijden in Europa zijn, maar ook leert om na te denken over hun eigen lijf en ook over hun gevoelens. Ik denk dat een brede, integratieve aanpak bijvoorbeeld van verslaving en niet alleen op de school of alleen op de ouders of alleen op de horeca bijvoorbeeld, maar echt een integratieve aanpak is echt, ook al streven daar al heel lang naar, is dat wel, dat is echt nodig en echt vernieuwend. En als wij in staat zijn, samen met een aantal scholen en andere organisaties, om een paar van die jongeren echt te helpen en het handvat te bieden, dan zou me dat een groot goed zijn.